Ja, we moeten deze wedstrijd gewoon winnen. En dat zeg je nu natuurlijk van tevoren. Je weet nooit hoe zo'n wedstrijd loopt. Maar ja, we hebben gewoon we hebben de punten nu nodig tegen Go Ahead en RKC. Daarna, die draken al voor de competitie dan. En ja, dat zijn op papier de wedstrijden die wij ook zouden kunnen winnen. Daarna krijg je gewoon moeilijke tegenstanders die, ja, waarvan je normaliter een moeilijke wint. NAC was bezig aan een goede reeks tot en met FC Utrecht. Die wedstrijd werd verloren. Dus het is ja, zaak om dat goede gevoel weer op te pakken en die wedstrijd naar je toe te trekken. Ja, we moeten gewoon proberen om weer het gevoel van voor Utrecht terug te krijgen. Alhoewel we dat tijdens de wedstrijd in Utrecht ook wel hebben gehad. Een tweede helft. Ja, zeker begin tweede helft. Maar goed, het is, ja, je weet ook als NAC zijnde dat er altijd wel weer een moment zal komen dat je gaat verliezen. En het is alleen jammer dat, dat we wel door de ondergrens zijn gezakt de eerste helft. Want dat was gewoon heel erg slecht. Dat is jammer, maar ja, aan de andere kant is het ook weer niet zo dat dat invloed heeft op deze komende wedstrijd. Dus weer een wedstrijd op zich thuis. Tegen een tegenstander die daar zeker goed doet. Dus het zal moeilijk worden, maar nou, waarvan we zeker kunnen winnen. Die uitwedstrijd in Utrecht, ja, daar zitten wel wat leermomenten in, denk ik. Ja, klopt. Alhoewel Utrecht natuurlijk, dat is echt een wedstrijd op zich. Omdat zij gewoon heel anders spelen dan de meeste ploegen in de Eredivisie. Maar ja, goed, we zullen het wel de volgende keer, als we weer tegen zo'n systeem komen te spelen, ja, zullen we het iets anders moeten proberen te doen. Alhoewel, het is ook wel weer zo als je gewoon de goals erop nakijkt. Ik neem zo'n derde goal, ja, dan kan je over tactiek en allerlei dingen lullen. Maar daar grijpen we gewoon tot 4, 5 keer aan toe. En ik als laatste grijpen we gewoon niet goed in. Dus dat heeft niks met tactiek of wat dan ook te maken. We kregen de goals gewoon te makkelijk tegen door te slappen te verdedigen. De trainer zei na afloop van die wedstrijd tegen FC Utrecht van ja, ik vond mijn ploeg te lief. Er was te weinig agressiviteit. Klopt dat? Ja, zeker het eerste half uur, denk ik. Alhoewel het een wel met het ander te maken heeft. Je zag dat Utrecht heel erg goed speelde. Wij niet. En daarnaast ja, hadden we gewoon geen vat op hun manier van spelen. Ze hadden continu een vrije man, ze konden continu de spitsen bereiken. De backs heel diep staan. Ja, klopt. Dus daar hadden we gewoon problemen mee. En dan ziet het er ook al snel uit alsof wij niet willen, alsof we slap zijn. Maar ja, dat is niet het geval. Dat is vaak dan een opeenhoping van... ja, van het probleem en waar dat dan precies zat, ja, dat was heel moeilijk op te merken. Dat hebben we wel ook in het veld en in de rust hebben we dat met z'n allen proberen te herstellen. Nou, dat is wel aardig gelukt. Ja, het rare is dan op het moment dat het goed staat dat je dan op een gegeven moment 3 goals tegen krijgt. En ja, de eerste helft krijg je er maar 1 tegen. Maar ja, eerlijk gezegd konden er toe ook wel meer vallen. Go Ahead Eagles, ja, een ploeg, een promovendus. Hè. Lekker frisse ploeg, hebben weinig te verliezen. Ja, zo spelen ze ook. Ze hadden al een hele goede fase aan het eind van vorig jaar. Dat ze toen natuurlijk tegen Volendam 2 keer, ja, die beletten ze 2 keer om door te stromen naar de Eredivisie. En toen speelden ze al heel aardig. Ja, ze hebben niet eens zo heel veel wijzigingen in het team. En, ja, ze hebben die lijn gewoon doorgetrokken en spelen gewoon lekker fris en naar voren gericht. En, met een goede voorhoede en goede middenvelders. Dus ja, het is gewoon een leuk ploegje om naar te kijken. En, maar goed, aan de andere kant, ze staan nog steeds onder ons volgens mij. Plaatje boven jullie volgens mij. Is het zo? Nou ja, goed. Ze staan in ieder geval een beetje gelijk als ons. Dat betekent het is een strijd in de middenmoot. Ja, klopt. Het staat natuurlijk heel dicht bij elkaar. En ja, we moeten gewoon thuis moet je gewoon proberen om hiervan te winnen. En ik weet zeker dat het ook kan. Nog één ding over die wedstrijd tegen FC Utrecht. Want het was toch een naslepen. Ik bedoel, de trainer had gezegd van dat jij geen interview zou geven omdat je met je knie zat, geblesseerd zou zijn. Maar er is ook een verhaal verschenen in Voetbal International en we zijn doorgaans goed geïnformeerd. Ja, dat er een soort anarchie plaatsvond in de rust. Dat jullie aanwijzingen en tactiek van de trainer genegeerd zouden hebben. Ja, nou ja, dat is gewoon niet waar. Ik bedoel, als eerste over mezelf. Ja, vind ik vervelend dat ik nu in het nieuws gekomen ben door iets waar ik zelf niks aan kon doen. Want het bleek inderdaad dat de trainer had gezegd dat ik geen interview mocht geven. Ja, ik wist daar zelf niks van. Dus in de communicatie is daar iets misgelopen. Ja, er kwam ook al 's avonds op de NOS te staan dat ik geen interview wilde geven. En, dus dat was met name vervelend voor mezelf. Ja, nu kwam er ook in de VI nog iets te staan waarin dan wel iets stond wat ik had gezegd had. Dat Jelle inderdaad gezegd had van, nou Kees, waarom heb je geen interview gegeven? Nou, dat was allemaal gebeurd. Maar ja, er stonden ook dingen over tactiek in en dat ik het dan ook niet eens zou zijn met de gekozen tactiek. En, maar goed, dat is allemaal neergeschreven en dat komt niet uit de mond in ieder geval van mij. En, ja, dat is gewoon niet waar. We hebben in de rust hebben we de puntjes op de i gezet, samen met de trainer. En hebben we geprobeerd om Utrecht beter te bestrijden. Dat is ook gelukt, tenminste
Niet qua resultaat, maar het stond toen ook beter. Dus dat was alleen maar positief van ons ook na de wedstrijd. Dat we het, wat we in de rust besproken hadden, dat het beter ging. En dan komt de woensdag natuurlijk weer een stuk. We hadden het eigenlijk al laten rusten. En dan komt de woensdag een stuk. Ja, goed, is ook niet zo erg. We laten ons daar door niet gek maken. En, er is niks aan de hand tussen jullie en de trainer? Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. Nee, we hebben direct gewoon weer bespreking. En dan bespreken we gewoon weer samen hoe we het morgen gaan aanpakken. En tuurlijk heb je als speler, er zijn 18 spelers en elke speler zal misschien wel wat anders over dingen denken. En de ene speler denkt wat meer mee dan de andere. Maar we hebben absoluut geen problemen daarmee.